We staan hier in onze zaailingenkas. Dus dit is een stap die komt nadat een chrysant is bestoven. We planten dan de zaadjes die daar uitkomen hier en laten volledig de natuur zijn gang gaan. Want zoals je ook kunt zien, geen één van deze chrysanten is hetzelfde. En hier begint eigenlijk het eerste selectieproces. Dus hier kiezen we de mooiste uit met de beste eigenschappen en daar gaan we dan verder mee aan de slag.